En in een van deze films, getiteld 4000 stappen, speelt ook dit zelfverzekerde jongetje een mooie rol. En je speelde een beetje iemand die in zijn fantasiewereld zat eigenlijk, hè? Ja. Zelf ook een beetje in een fantasiewereld? Ja. De reden waarom je uitgekozen bent, of kende je de regisseur? Nou, ik denk dat ik zelf gewoon een klein beetje goed ben in acteren, dat gewoon is.